Zo, welkom alweer in deze derde video over de drie fundamenten van fysieke yoga. Het is geen toeval dat de lichaamshoudingen of lichaamsoefeningen pas als derde pijler aan bod komen. In de oudste teksten over yoga wordt er slechts beperkt over de houdingen gerept. Fysieke yoga is immers bedacht of ontstaan als een voorbereiding voor mediteren. Het was de bedoeling om door een reeks gerichte oefeningen het lichaam voor te bereiden om daarna voor langere tijd stil te kunnen zitten. Met een rechte rug, in ontspannen evenwicht, zonder pijn. Voor meer subtiele en toch nog altijd in het lichaam geaarde ervaring van meditatie. Het is pas in moderne tijden, en dan zeggen we zo sinds 1920, 1930 en nog recenter sinds 1960, dat de houdingen en de fysieke oefeningen in de yoga zo belangrijk zijn geworden. En dat komt omdat yoga door de westerse fitnessboom als het ware is opgezogen en vandaag wordt opgevoerd als een soort van fitness- of sportdiscipline met een vage spirituele saus, al of niet gedompeld in een uiterlijke sfeer van Oosterse folklore. Hoeveel mensen worden er vandaag niet geïntimideerd als ze op internet of in yoga-magazines worden geconfronteerd met al die jonge en perfecte lichamen die schijnbaar moeiteloos in onmogelijk uitziende houdingen komen? Voor velen is het een drempel om een echte live yogales mee te doen. Wel, dit is het goede nieuws. Yoga is voor iedereen. Jij hebt een uniek lichaam om dankbaar voor te zijn. En de ex-danseres op de cover van het yogamagazine, die heeft een ander lichaam. Dus kijk wat er in jouw bord ligt. Ieder lichaam op deze planeet is uniek, met een eigen historiek, eigen afmetingen, eigen verhoudingen, eigen leeftijd, gezondheidstoestand en noem maar op. Jouw lichaam vandaag is niet jouw lichaam van 10 jaar geleden. En dat is ook niet het lichaam waarover je binnen 10 jaar zal beschikken. En jouw lichaam van vandaag is ook niet het lichaam van gisteren en is ook niet het lichaam van morgen. Want elke dag is uniek. Ons lichaam is de woning waarin onze ziel of onze essentie gedurende dit in de tijd begrensde leven op aarde, haar intrek heeft genomen. Met de bedoeling om in de materiële realiteit van deze planeet een aantal leerprocessen door te maken. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we dat lichaam bewust bewonen, er goed voor zorgen en het de meest optimale omstandigheden te geven, zodanig dat zoveel mogelijk aspecten van onze grotere essentie zich kunnen ontplooien tijdens ons leven. Goed zo, wat zijn dan de verwachtingen wat betreft de lichaamshoudingen voor een efficiënte yogapraktijk? In de fysieke yoga streven we naar een goed evenwicht tussen gemak en intensiteit. Het is toch wel belangrijk om eventjes toe te lichten wat we daar juist mee bedoelen. Met gemak bedoelen we dat we zeker niet te slapjes in de houding gaan. Het betekent dat je op een manier in de houding gaat die geen pijn veroorzaakt, waarbij je bijvoorbeeld ook niet staat te trillen of te daveren van de inspanning. Gemak betekent in deze context niet overdrijven. Pijn is absoluut not done. Voel je pijn, dan moet je iets aanpassen. Met intensiteit bedoelen we dat we uit onze comfortzone komen. Dat we als het ware bij elke in- en uitademing een beetje in de richting van de limiet van onze fysieke mogelijkheden van het moment gaan. Zonder forceren. Met aandacht voor wat we voelen in ons lichaam. In mijn yogastudio staan hier en daar afbeeldingen van de Boeddha. Die heb ik daar neergezet omdat er één uitspraak is van de Boeddha die mij voor altijd is bijgebleven. En dat is de volgende. Geloof niets van alles wat ik u vertel. Ga alleen voort op uw eigen ervaring van de dingen.
En zo zit het ook met de yoga-houdingen. Ga in de houdingen met oprechte interesse voor wat je voelt en ervaart in jezelf. Niemand ervaart hoe het is om in jouw lichaam te zijn, behalve jijzelf. En jij bent de ultieme beheerder en verantwoordelijke van je eigen unieke fysieke lichaam. De houding is een middel voor jou om in je lichaam te komen. En jouw lichaam is niet bedoeld om je in een perfecte houding te gaan forceren. Laat dus ook perfectionisme en streverij vallen. Pas de oefeningen aan wat vandaag bij jou past. En leg zelf je intensiteit in je yoga-oefeningen met respect voor je lichaam en zijn grenzen van vandaag, met nieuwsgierigheid en verwondering. Als was het de allereerste keer dat je in een yoga-sessie bent. Telkens opnieuw. En ik nodig jou ook uit om eens na te gaan met welke mentale attitude je in je les aanwezig bent en met je lichaam omgaat. Want misschien vertelt dat ook wel een verhaal over hoe je globaal in het leven staat. Zo, in deze derde video hebben we gezien dat fysieke yoga-houdingen een middel zijn om in ons lichaam te komen. Om ons beter te aarden in ons lichaam en om ons te volle bewust te worden van ons fysieke lichaam en onze energie. We streven naar een intensiteit die is aangepast aan onze mogelijkheden en onze toestand van vandaag, waarbij we uit onze comfortzone komen. En een regelmatige, aangepaste beoefening van yoga, dat geeft ons hedendaagse mensen een mooie oogst van flexibiliteit en kracht. En zorgt voor een mooie koninklijke houding tot op latere leeftijd. En daardoor is fysieke yoga onder andere een hulpmiddel en een investering om optimaal elke fase van ons leven door te maken. Dank je wel om deze video te bekijken en graag tot in de volgende.